Hoe moet je nu starten met vaste voeding? Wij zijn begonnen met wortels en met pompoen. Ik denk met wortelen, omdat ze zeiden dat het gemakkelijker was. Wat zegt de voedingskundige van Nutricia hier nu eigenlijk over? Wanneer moet je nu starten met vaste voeding? Tussen 4 en 6 maanden, maar dat zijn echt oefenhapjes. Maar waarmee begin je dan? Met zachte groenten, zoals wortelen of pompoen. De hoeveelheid is echt nog niet belangrijk, het zijn oefenhapjes.